Hij wordt de beul van Appingedam genoemd omdat hij in de Tweede Wereldoorlog verzetstrijders doodschoot. De Groninger Siert Bruins, inmiddels 93 jaar oud, is de laatste nog levende oorlogsmisdadiger. Volgende week staat hij voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht de verzetsheld Aldert Klaas Dijkema in Appingedam te hebben vermoord. Verslaggever Remco Inderhoff, de zaak houdt in Nederland de gemoederen flink bezig. Is dat in Duitsland ook zo? Um, dat kun je wel zeggen. Ook in Duitsland uh, is dit een, een hot item. Uh, de rechtszaak uh, volgende week maandag: die, uh, dat is een historische. Hij is de laatste op de opsporingslijst van Naties. Uh, en hij leeft nog. Dus de, ook in Duitsland is daar veel aandacht voor. Vooral ook omdat er in Duitsland een campagne op dit moment in de samenleving is gestart. Waar uh, een beroep wordt gedaan op uh, foute Duitsers. Dat ze zich alsnog kunnen melden. Ja. Dus het is een, een item wat eigenlijk al heel lang speelt. en nu eigenlijk ja, tot een soort hoogtepunt komt in deze zaak. Ja. Zijn er eigenlijk nog nabestaanden van het slachtoffer? Uh, ja, het. het uh... De nabestaanden zijn nog twee zussen van het, van het slachtoffer. Die zijn uh, bijna 100 jaar. Ik, ik sprak met, uh, met een van de uh, zussen aan de telefoon. Ze was toch best wel helder en kon daar goed over praten. Uh, wat ik opvallend vond, was dat, dat ze heel mild was over uh, de zaak. Ze zegt van laat die man maar met rust. Het is al bijna 70 jaar geleden. Uh, dat moet je niet meer uh, mee bezighouden. Terwijl zijn neef, waar ik mee gesproken heb, die is uh, in de 60. Uh, deze man die, uh, ja, die houdt zich er heel erg mee bezig. Die is bezig... Uh, ...krantenknipsels te verzamelen en de video's en dvd's. Het is een onderdeel van zijn leven geworden. En hij zegt van, uh, als je geboet hebt of als je in de oorlog fout bent geweest... ...dan moet je boeten, wat de rechter er ook van zegt. Laten we even naar hem kijken. Aldert Klaas Veldman uit Ten Boer is de neef... ...en vernoemd naar de in 1944 doodgeschoten verzetsman Aldert Klaas Dijkema. Dijkema wordt nog steeds gezien als oorlogsheld. Zijn familie is trots op hem. Een hele uh, sympathieke jongen. Een die heel gedreven was, ook, ook uh, sociaal. Uh, was volop bezig ook in het verenigingsleven. De vermoedelijke moordenaar van Dijkema is de SS'er en in Vlachtwedder geboren Siert Bruins. Bruins is inmiddels 93 jaar en woont in Duitsland. Hier is hij te zien op beelden van de Duitse televisiezender ARD. Hoe lang het ook geleden is, als je oorlogsmisdaden hebt begaan... Uh, dan zou je daarvoor moeten boeten op een of andere manier. Minimaal voor de rechter en wat er ook voor een uitspraak komt, dat weet je nooit. Uh, dan, dan is het in elk geval goed geweest dat hij zich voor de rechter moest verantwoorden. Volgende week moet de gevreesde natie uit Groningen zich voor de Duitse rechter verantwoorden. Veldman, de neef van het slachtoffer, is daarvoor een beetje nerveus. Ik vind dat uh, best heel spannend. Uh, om de moordenaar recht in de ogen te kijken, als me dat lukt. Ik weet niet hoe de uh, plaatsing is daar in de rechtszaal, maar uh, dat, dat lijkt me enorm uh, spannend, ja. De familie heeft inmiddels een heel archief aangelegd en meegewerkt aan diverse programma's. Hij wil nu graag het hoofdstuk van zijn vermoorde oom afsluiten, want hij vindt al die aandacht voor zijn familie wel genoeg. Is, is nooit mijn bedoeling geweest, maar uh, ja, er is één uh, aanspreekpunt en, en dat ben ik uh, geworden. Uh, en dat vind ik wel eens uh, een beetje te veel aandacht naar mijn eigen persoontje. Uh, het zal niet zo zijn, maar uh, zo voel ik het wel een beetje. Hoe lang gaat die zaak duren trouwens? Uh, er is ruim de tijd voor genomen. Het, uh, in een tijdsbestek van drie weken uh, speelt het zich af in, in Hagen. Dat ligt uh, in uh, Noord-Rijn-Westfalen. Waar hij dan ook uh, woont in, uh, in, in dat gebied. Hij uh, wordt in zijn eigen woonplaats voor de rechter gebracht. Omdat Duitsland uh, niet uitlevert. Zijn onderdanen uh, eenmaal niet uitlevert. Aan andere landen. Hij uh, woont in een klein uh, gehuchtje in de buurt van uh, het Grote Hagen. Uh, waar hij een gerespecteerd uh, burger is. En uh, waar hij dus nu uh, uh, maandag uh, op die historische rechter. Om 11 uur s ochtends uh, acte de présence zal geven. En Jij gaat deze zaak van ons volgen? Hè? Ik uh, zal er maandag voor radio en televisie verslag van doen. Goed, succes daarbij. Dankjewel. Dan heb ik weer het af.